Welkom bij het videoverslag van de Healing Energetisch Kenteringsdag voor Levensmissies van 7 november 2019. Nou, ik weet niet hoe het voor jullie is geweest, maar ik heb al weken naar deze healing uitgeleefd. Omdat ik gewoon uitgekeken en naartoe geleefd bedoel ik. Maar omdat ik gewoon weet hoe bijzonder deze healing is en hoe krachtig die healingen kunnen zijn die inspelen op een energetische kenteringsdag. We hebben in 2017 hebben we de 3 bijzondere dagen gehad en heb ik ook 3 healingen mogen houden daaromheen. En al die healingen lieten zien dat je een enorme groei kan bereiken. En ook deze healing heeft dat weer opnieuw laten zien en bewezen. Maar laat ik beginnen bij het begin. Hoe heb ik de cirkel opgebouwd? Eerst was natuurlijk dat ik gisteren die healing moest uitstellen van 11 uur naar 1 uur. Mijn dieren hadden 's nachts chocolade van de tafel gepikt die in plastic verpakking zat. En ik moest daarmee naar de dierenarts. Dus dat liep langer uit. En daardoor kwam ik wel 11:45 terug. Ik denk, ik kan 12 uur beginnen. Maar dan moet ik me zo haasten. Ik moet nog dit. Dus heb ik me de rust gegund om het om 1 uur te kunnen starten. Zodat ik echt met volle overgave voor jullie kon zijn. Voor ons allemaal kon zijn. En ik moest natuurlijk ook al mijn andere cirkels opruimen. Want ik weet niet of je het inmiddels al had begrepen. Maar vanaf de healing blokkades leefruimte is geen enkele cirkel is meer opgeruimd geweest. Dus ieder healing die erna kwam, is je in de ruimte erbij neergezet. Dat kan omdat het energetisch wordt afgebakend. Dus dat die cirkels gewoon alleen voor zichzelf werken. Maar ja, er stonden er al zoveel en die moest nu deze healing ervan ook nog bij. Dus ze wouden toch eigenlijk dat die cirkels bleven staan. Dus ik heb daar foto's van gemaakt. En die liggen hier nu naast me. Mooie blaadjes met foto's, dat ook die cirkels nog steeds kunnen doorwerken tot en met 11 november. En op 12 november mag ik alles opruimen. En ook deze healing waar we nu mee hebben gedaan, die blijft staan tot en met 12 november. Ik heb een cirkel opgebouwd met meerdere kristallen. En de kaarten vormden dit keer de buitenrand. Kijk maar even. En wat je dus ziet is dus heel simpel, heel krachtig, mooie krachtige powerstenen. Maar echte kaarten joh, de een naar de ander die ik er mocht inleggen. Zo passen. En ook bijvoorbeeld Saint-Germain zit erin, maar ook krachten als het noorden en het zuiden, bepaalde windrichtingen zitten erin. Over liefde, over kracht, over moed, over missie, over doelen. Het komt allemaal terug in de kaart. En ik ga niet die kaarten zitten kijken welke is het, ik trek ze altijd op gevoel. En dat is zo gaaf dat het is, om mooi mocht beginnen. En met het openen van de cirkel. Ik ben weer verkouden jongens, ook dat hoort bij opruimen. Opschonen voor 11 november, alles negativiteit wat nog vast zit in je lichaam. Wat je in staat bent om op te ruimen, gebeurt dus. Dus ik ben nu al voor de 2e keer verkouden deze najaar. Maar het is puur daarvoor. Met het openen van de cirkel voelde ik al gelijk weer die kracht ontstaan, die mooie koepel. En die ik zo krachtig kan neerzetten sinds een paar maanden. En ik wist voor deze healing wilde gewoon echt bepaalde lichtwezens van overal wilden zich aansluiten. Dus we hebben echt een cirkel gevormd met meerdere lichtwezens bij elkaar. Die dus deze healing hebben ondersteund en gedragen. Nou, dan komt het begin. Dit is een heel volgekliederd oud exemplaar van het afstemscript wat je hierbij kreeg. Die lezen had ik alweer maanden naast mijn bed liggen. Want die is het afstemscript wat al 2 jaar terug is doorgekregen met die levensmissie hier. En ik gebruik die nog regelmatig. Dus ik heb hier en daar wat aantekeningen bij opstaan. Maar die heb je dus ook gisteren nieuw gekregen. Dus ook die kun je benutten. Maar daar ben ik mee gaan openen met die healing. Maar in eerste instantie dacht ik, ik moet het lezen. Maar nee hoor, op een gegeven moment moest ik de Miltoon, het blauwe muziekinstrument van mij erbij pakken. En werd het half zingend en de klanken werden ondersteund. Hè? De klanken van de woorden werden ondersteund met klanken van de Miltoon. En daarin werden al meerdere dingen al gelijk in gang gezet, in beweging gezet. Energieën die blok vast zaten, werden in beweging gezet. Dus het script met in één keer een stuk healing. Dus je zult nu ook gaan merken, doordat ik dat script heb gedaan met ondersteuning van de Miltoon op die manier,
dat als je nu het script benut, dat die nog krachtiger is, want die healing zit nu in dat script. Dus dat is heel gaaf. Maar onderaan zitten ook woorden als liefde, zelfvertrouwen, passie, vertrouwen, vitaliteit, overvloed en harmonie. Dus die mocht ik ook als klanken doen. Maar ook daarna in de healing zijn meerdere van die woorden opnieuw benut en uitgedrukt. Zaken als met de drum, met zang, met zaken als passie. Ga voor je passie, ga voor je doelen, voor het vertrouwen, doorzettingsvermogen. Loslaten van je verleden, omdat dat dingen zijn die je nu tegenhouden. Loslaten van die stukken die je als bagage meeneemt. En het resultaat ervan is, van de hele healing, ik kom zo nog op een ander stuk, is dat we echt gigantisch veel hebben opgeruimd. Dus ik heb heel veel met verschillende thema's gewerkt in deze healing. En daarna moest ik op bed gaan liggen, het bed wat hiernaast staat. En dan moest ik met ons allemaal als lichtlichaam, we zijn met iets van 40 mensen geweest, mijn lichtlichaam mee omhoog tussen de sterren, net als destijds in 2017. Mocht ik jullie allemaal, ons allemaal tussen de sterren plaatsen. En daar waren jullie open voor toegang. Voor die informatie die jou gaat helpen om jouw missie met nog meer daadkracht, met nog meer kennis en wijsheid neer te gaan zetten. Want je kreeg kennis vanuit die bronnen die jou zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen. Kennis soms wel vanuit andere sterrenstelsels, vanuit andere soorten lichtwezens. Noem maar op, maakt niet uit waar het vandaan komt, uit je chronieken, uit je generaties. Uit andere levens. Wat jij nodig hebt om jouw levensmissie neer te zetten. Dat kwam allemaal naar je toe op dat moment. En zo heb ik daar denk ik wel een kwartier, half uur gelegen. Voordat ik weer ons allemaal weer hier mocht verbinden. Weer terugverbinden. Weer op aarde zetten. En weer terugverbinden met ons eigen fysieke lichaam. Ja, en geloof me of niet, maar gisteren voelde ik al uit voor iemand van hoe effectief deze healing was. Want al van de week het over gehad, diegene loopt een best wel moeilijk zwaar traject. Dat hij eigenlijk nog maar op 30% was van die zwaarte waarin hij zit. Gisteren me bellen al was het op een gegeven moment al 10% en nu zit het al 25% verder. In één healing van, nou we zitten misschien 18 uur zitten we nu verder. 25% extra opgaan terwijl we al maanden bezig zijn. Dat is de kracht van een kenteringsdag. Die kan zoveel meer voor jou bereiken. En dat geldt niet alleen voor deze persoon. We hebben allemaal echt gigantische stukken opgeruimd. Weet je, de hele blokkades die in de weg zaten. Maar ook, vooral ook, blokkades die je eigenlijk al voor je toekomst had neergezet. Want met die livestream heb ik het gehad over levenscontracten. Een heleboel van ons hebben allerlei dingen op ons bord gepakt die we eigenlijk niet meer nodig hebben. Die eigenlijk alleen maar in de weg staan. We hebben al zoveel lessen gehad en zoveel lessen te verwerken. En die voegen niks meer toe om onze doelen te gaan neerzetten voor dit leven. Dus al die lessen, al die overbodige blokkades die ons hinderen op ons pad naar onze levensmissie, onze levensdoelen. Die heb ik ook tijdens de healing weggehaald met mijn nieuwe technieken die ik sinds juist dankzij Anneke die de schilderij is gaan maken. En die schrijft op een gegeven moment van woorden. Anneke de Lang bedoel ik dan. Die had op een gegeven moment woorden erover. En toen voelde ik, oh dit zijn die technieken. Sorry jongens. Dit zijn die technieken en met die energieën werken. Dit is een bol, maar ik zag het destijds heel erg als energieën. Dat ik nu veel meer met energie in een bol stop en die kan ik ergens op loslaten. Op blokkades fysiek, maar ook in de toekomst je pad banen. En het was echt, ik ging kiezen voor ieder van ons welke weg het mag zijn. De weg van het denken, een beetje in het midden en de weg van je hart. En die weg van de hart moest het voor ons allemaal zijn en die werd vrijgebaand. Ja, en dat ruimt natuurlijk ook al gigantisch veel blokkades op. Dus dat is super mooi om te weten.
Ja, en alles bij elkaar heeft de healing nu doorgelopen tot vanochtend 7 uur. En gewoon omdat het door mag werken. Het ruimt dus in de toekomst dingen op. Dus de andere scenario's moeten in gang worden gezet. Dingen waar jij ooit deals mee hebt afgesproken met andere mensen. Daarvoor moeten alternatieven komen. Dat die mensen nog wel een lessen kunnen leren. Want die hebben natuurlijk ook hun deal gemaakt met jou. Dus die dingen die niet meer nodig zijn. Daarvoor heeft het universum nog zo'n 2 weken nodig. Vandaar dat ik zei, doe voorzichtig met andere healingen. Want het universum heeft die tijd nodig om die nieuwe strategieën uit te werken. Je ontspanningsmeditaties zijn geen probleem. Mantra's zijn geen probleem. Maar als je echt fysieke massage, is ook geen probleem. Maar als je het gaat doen als een reiki-behandeling of access bars of iets dergelijks, dan wil ik je toch vragen om eerst even te overleggen met mij of het voor jou toepasbaar is binnen de komende 2 weken. Want misschien is het raadzamer en effectiever ook voor jou met die behandeling, gaat je natuurlijk ook weer geld kosten, om die iets op te schuiven. De komende week sowieso niks anders doen. Voor die 2e week zijn er opties voor jou mogelijk. En dat was nu de healing. En het gave was, hè, om even kort uit te brengen, duidelijk, hoe belangrijk het is ook om op te letten op tekens. Wat het voor jou kan betekenen. Het universum wil je signalen geven over jouw levensmissie, over jouw doelen. Ik mocht dus woensdagavond het schilderij ophalen. Daarin beeld ik me af zoals ik ben als die healer. Degene die dingen kan voelen en zien. En ja, je kan leiden naar het licht. Tijdens die healing was uitgesteld. Maar even na 1 kwam de drukproef van mijn nieuwe boek binnen per post. Nou, dat was voor mij dus echt een teken dat boeken uitgeven. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Ja, dat hoort bij mijn missie. Dat mag ik echt groot gaan neerzetten. En ik heb de hele week getallen. En in mijn geval was het bijvoorbeeld 99 en 999 die op mijn pad kwamen. Ja, en die stond er ook zo lichtwerk. Je bent er klaar voor. De wereld heeft je nodig. En ook dat bepaalde stukken nu afgerond zijn van mij. En dat ik dus op weg mag gaan. Ook jij kan jouw teken hebben. Zou je duiding willen hebben over je teken? Stuur me gewoon een appje of een mailtje. En dan ga ik je zeggen of dat verband heeft met je levensmissie, ja of nee. Maar dan ga ik je ook duidelijkheid erin geven. Verder, als je vragen mag hebben, de komende 2 weken, mocht je gekke dingen ervaren. Of fysiek dingen ervaren. Meld het me alsjeblieft, koppel het terug, dan kan ik met je uitzoeken. Heeft het verband met de healing? Is het loswerken van blokkades? Is het fysiek uitwerken nog van bepaalde blokkades? Dat het opgeschoond mag worden in je lichaam? Of is er iets anders aan de hand? Voor sommigen van jullie is dat onderscheid heel belangrijk om te weten. Maak daar gebruik van. 2 weken nazorg. En voor de rest wens ik je heel veel succes. Dankjewel.